Vandaag een antwoord op de vraag van Mieke. Mieke kampt al jarenlang met darmklachten. En die darmklachten, zo is gebleken, zijn het gevolg van vele voedselintoleranties. Mieke kampt met vele voedselintoleranties. En dat betekent dat vele voedingsstoffen niet verteerd met behulp van spijsverteringsenzymen gesplitst kunnen worden tot kleinere delen in haar spijsverteringskanaal. En dat als gevolg daarvan voedingsstoffen die eigenlijk verteerd met behulp van spijsverteringsenzymen gesplitst zouden moeten worden in haar spijsverteringskanaal, ongesplitst, onverteerd in haar darmen belanden. En wat gebeurt daar dan mee? Ja, die belanden dan sowieso niet in je lijf, hè? Maar die worden afgebroken, microbieel afgebroken door de micro-organismen in je darmen. En gedurende die microbiële afbraak worden stoffen gevormd door die micro-organismen die nogal prikkelend, irriterend zijn voor je darmen. De cellen in jouw darmwand. En dat veroorzaakt dus de klachten van Mieke. Mieke heeft vele van de voedingsstoffen waarvan is gebleken dat ze die niet kan verdragen, niet verteren, heeft ze zoveel mogelijk uit haar eetpatroon verbannen in de hoop en verwachting dat dan minder voedingsstoffen slecht verteerd in haar darmen zullen belanden, microbiel afgebroken zullen worden en dus minder stofjes door die micro-organismen gevormd zullen worden die haar darmwand irriteren en dat haar darmklachten dan zouden afnemen. Maar helaas, dit heeft niet geholpen. Dit begreep Mieke in eerste instantie niet, maar dit begint ze nu wat beter te begrijpen waarom, ondanks het elimineren, weglaten van die voedingsstoffen waarvan is gebleken dat ze die niet kan verteren, niet kan verdragen, haar klachten nog niet zijn afgenomen. Want, zo heeft Mieke begrepen, wanneer dan het resterende deel van datgene wat jij binnenkrijgt qua voeding en voedingsstoffen, ja, er zitten altijd wel voedingsstoffen die verteerd met behulp van spijsverteringsenzymen gesplitst moeten worden in jouw spijsverteringskanaal, wanneer die dan alsnog slecht verteerd in jouw darmen belanden, ja, dan zullen die alsnog door de micro-organismen daar afgebroken worden, zullen alsnog stoffen door die micro-organismen gevormd worden die je darm wat irriteren. Ja, zullen je klachten niet afnemen. Dus je klachten, als je met darmklachten als gevolg van intoleranties kant, ja, zullen enkel afnemen wanneer de stoffen die je hoe dan ook binnenkrijgt, middels hetgeen jij eet, de voedingsstoffen daaruit die verteerd moeten worden, met behulp van spijsverteringsenzymen gesplitst moeten worden, wanneer die wel weer goed verteerd worden. Want enkel dan zullen ze zullen minder slecht verteerde voedingsstoffen, onverteerde voedingsstoffen in je darmen afgebroken hoeven worden door micro-organismen. Hè? Mieke heeft begrepen dat de verteerbare voedingsstoffen in jouw voeding enkel verteerd, dat wil zeggen met behulp van spijsverteringsenzymen gesplitst, zullen worden in jouw spijsverteringskanaal wanneer ten eerste die spijsverteringsenzymen die dat splitsen mogelijk maken wel daar aanwezig zijn in jouw spijsverteringskanaal, daar waar jij die verteerbare voedingsstoffen laat belanden, dus in je mondholte, maag, darmen. Maar ook enkel maar plaats zal vinden en goed zal verlopen wanneer de optimale zuurtegraad die enzymen en dus ook spijsverteringsenzymen nodig hebben om goed te kunnen functioneren, goed te kunnen werken en dus de stoffen in jouw voeding, de verteerbare stoffen in jouw voeding te splitsen, heerst in jouw spijsverteringskanaal.
Mieke heeft begrepen dat die enzymen die het splitsen van de verteerbare voedingsstoffen in jouw spijsverteerkanaal mogelijk maken, dat die enkel aanwezig zullen zijn in jouw spijsverteerkanaal, daar waar jij die verteerbare voedingsstoffen laat belanden, wanneer deze gevormd zijn en vervolgens ook wel uitgescheiden zijn, afgegeven zijn in jouw spijsverteringskanaal, daar waar jij die voeding laat belanden, door kliercellen. En die optimale zuurtegraad die enzymen en dus ook spijsverteringsenzymen nodig hebben om goed te kunnen werken, ook die zal enkel heersen in jouw spijsverteringskanaal, mondholte, maag, darmen, wanneer kliercellen eerst stoffen die van invloed zijn op die zuurtegraad hebben gevormd en ook wel hebben uitgescheiden, afgegeven in jouw spijsverteringskanaal. En dat betreft een spijsverteringssappen met zouten erin aanwezig en slijmstoffen. Dus op het moment, zo begrijpt Mieke, dat kliercellen niet in staat zijn om spijsverteringsenzymen te vormen, spijsverteringssappen met zouten te vormen en slijmstoffen te vormen en na vorming ook wel uit te scheiden, af te geven naar daar waar jij verteerbare voedingsstoffen laat belanden, mondholte, maag, darmen, dat dan de enzymen niet aanwezig zullen zijn en de optimale zuurtegraad die enzymen nodig hebben om goed te kunnen werken, niet aanwezig zal zijn daar waar jij verteerbare voedingsstoffen laat belanden. En dat die verteerbare voedingsstoffen in jouw voeding alsnog niet verteerd zullen worden, want daar zijn spijsverteringsenzymen in jouw spijsverteringskanaal voor nodig. En daar is een optimale zuurtegraad die spijsverteringsenzymen nodig hebben om goed te kunnen werken ook voor nodig. En dat zal dan niet aanwezig zijn en heersen. Best allemaal dus afhankelijk van of kliercellen in staat zijn om die spijsverteringsenzymen, die spijsverteringssappen en die met zouten en ook die slijmstoffen te vormen eerst maar eens en vervolgens ook wel uitscheiden, af te geven naar daar waar jij die verteerbare voedingsstoffen laat belanden. Mieke heeft begrepen dat die kliercellen, die dat allemaal mogelijk moeten maken, die vorming van spijsverteringsenzymen, die vorming van die spijsverteringssappen met zouten en die vorming van die slijmstoffen, in de wand van jouw spijsverteringskanaal aanwezig zijn. En dit zijn cellen die informatie ontvangen zodra jij voeding met verteerbare voedingsstoffen erin aanwezig in jouw spijsverteringskanaal laat belanden. Maar Mieke heeft ook begrepen dat die kliercellen die informatie ontvangen zodra jij voeding met verteerbare voedingsstoffen erin aanwezig in jouw spijsverteringskanaal laat belanden, enkel in staat zijn om die ontvangen informatie intracellulair over te dragen en vervolgens ook wel te verwerken en een reactie daarop te vertonen in de zin van de vorming van die spijsverteringsenzymen, de vorming van die spijsverteringssappen met zout en de vorming van die slijmstof en het uitscheiden daarvan, wanneer deze cellen, die kliercellen die dan informatie hebben ontvangen, wel in staat zijn om intracellulaire overdrachtstofjes te vormen en vervolgens ook wel door biologische lipidemembranen te transporteren, pompen. Want wanneer kliercellen die informatie ontvangen zodra jij voeding in jouw spijsverteringskanaal laat belanden met verteerbare voedingsstoffen erin aanwezig, niet in staat zijn om intracellulaire overdrachtstofjes, dat betreft ionen, geladen deeltjes, te vormen, dat gebeurt intracellulair, en na vorming ook wel door biologische lipidemembranen te transporteren, pompen,
Dat gebeurt met behulp van ionenpompen. Dat betreft membraangebonden eiwitten. Dan zijn die kliercellen die informatie ontvangen zodra jij voeding met verteerbare voedingsstoffen in jouw spijsverteringskanaal laat belanden, niet in staat om die ontvangen informatie intracellulair over te dragen, te verwerken en een reactie daarop te vertonen in de zin van de vorming van die spijsverteringsenzymen, de vorming van die spijsverteringsstappen met zouten, de vorming van die slijmstoffen en ook wel het uitscheiden ervan. Ja. Zal het uitscheiden, het afgeven van die spijsverteringsenzymen, die spijsverteringssappen met zouten en die slijmstoffen in jouw spijsverteringskanaal, dus in jouw mondholte maakt, darmen gewoon uitblijven? Ja, gaat jouw voeding niet verteerd worden? Belandt jouw voeding slecht verteerd in jouw darmen, wordt dit afgebroken door micro-organismen, zullen die stofjes vormen die je darmen blijven irriteren, hè? Ik begrijp dus dat enkel wanneer de kliercellen in de wand van haar spijsverteringskanaal na ontvangst van informatie, dus elke keer nadat zij iets eet en voeding met verteerbare voedingsstoffen in haar spijsverteringskanaal laat belanden, in staat zijn om met behulp van ionenpompen, dat zijn membraangebonden eiwitten, intracellulaire overdrachtstofjes door biologische lipidenmembranen te transporteren, pompen, dat dan die kliercellen enkel maar in staat zijn om ontvangen informatie intracellulair over te dragen, te verwerken en een reactie daarop te vertonen in de zin van die spijsverteringsenzymen vormen, die spijsverteringssappen met zouten vormen, die slijmstoffen vormen en deze ook al uitscheiden. En dat enkel dan haar voeding met verteerbare voedingsstoffen erin aanwezig verteerd kan worden met behulp van spijsverteringsenzymen. Omdat enkel dan die spijsverteringsenzymen ook wel aanwezig zijn in haar spijsverteringskanaal en de optimale zuurtegraad in haar spijsverteringskanaal zal heersen die die enzymen nodig hebben om goed te kunnen werken. Mieke heeft begrepen dat de kliercellen in de wand van haar spijsverteringskanaal, ieders spijsverteringskanaal, enkel in staat zijn om na ontvangst van informatie met behulp van ionenpompen, dat zijn membraangebonden eiwitten, ionengeladen deeltjes die de intracellulaire overdracht van ontvangen informatie mogelijk maken door biologische lipidenmembraan te transporteren, te pompen, wanneer die cellen in de wand van haar spijsverteringskanaal en ook andere in ieders in de wand van ieders spijsverteringskanaal, wanneer die cellen in het bezit zijn van voldoende aminozuren die die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten, waaronder die ionenpompen, die membraangebonden eiwitten, te kunnen vormen. Wanneer die cellen, die kliercellen in de wand van haar spijsverteringskanaal, zo begrijp ze, niet in het bezit zijn van voldoende aminozuren om nieuwe eiwitten, waaronder die ionenpompen, te kunnen vormen, dan zijn die cellen niet in staat om met behulp van ionenpompen, ionengeladen deeltjes die de intracellulaire overdracht van ontvangen informatie mogelijk maken om die door biologische lipidemembranen te transporteren, te pompen. En zullen die cellen niet in staat zijn om ontvangen informatie intracellulair over te dragen, te verwerken, laat staan een reactie daarop te vertonen, zal de vorming van spijsverteringsenzymen, de vorming van spijsverteringssappen met zouten, de vorming van slijmstoffen door die cellen uitblijven en natuurlijk dan ook het afgeven daarvan naar jouw spijsverteringskanaal. Zou jouw voeding niet verteerd worden? Die kliercellen in de wand van je spijsverteringskanaal, haar spijsverteringskanaal, ze begrijpt, zo begrijpt ze nu, zijn enkel in het bezit van voldoende aminozuren die die cellen nodig hebben om nieuwe eiwitten te vormen, wanneer de vertering van de eiwitten in jouw spijsverteringskanaal tot aminozuren met behulp van peptidazen, eiwitsplitsende spijsverteringsenzymen, goed verloopt. Want zolang dat niet goed verloopt, dan zullen aminozuren niet opgenomen geabsorbeerd worden in je darmwand en lijf. En kunnen de cellen die gevestigd zitten in de wand van jouw spijsverteringskanaal er niet over beschikken, zijn die cellen niet in staat om nieuwe eiwitten te vormen, waaronder die ionenpompen, die de intracellulaire overdracht van ontvangen informatie door die cellen mogelijk maken.
Wanneer zullen de eiwitten in je voeding, in je spijsverteringskanaal, nou niet goed verteerd worden tot aminozuren met behulp van peptidazen? Nou, wanneer de kliercellen in jouw lijf die de vorming van peptidazen mogelijk maken en het uitscheiden daarvan, en daar vallen ook de kliercellen in je alvleesklier onder, niet in het bezit zijn van voldoende bouwstoffen die die cellen nodig hebben om nieuwe peptidazen, eiwitspitsen, spijsverteringsenzymen te kunnen vormen en na vorming ook wel uitscheiden. En dat gebeurt met behulp van vesicles en transporteiwitten. En wanneer zullen die kliercellen, die dus onder andere in de wand van jouw spijsverteringskanaal aanwezig zijn, maar dus ook hier in jouw alvleesklier aanwezig zijn, nou niet in het bezit zijn van voldoende bouwstoffen die die cellen nodig hebben om peptidase, eiwitsplitsende spijsverteringsenzymen te kunnen vormen, laat staan uitscheiden? Nou, wanneer jouw voeding te weinig vocht en te weinig essentiële varianten van bouwstoffen, dat zijn varianten van bouwstoffen die geen enkele cel in jouw lichaam, en dus de kliercellen in de wand van jouw spijsverteringskanaal en de kliercellen in jouw alvleesklier ook niet zelf kunnen vormen. Dat zijn alle vitamines, een heel aantal mineralen, een heel aantal spoorelementen, 9 aminozuren zijn essentieel en 2 vetzuren zijn essentieel. Dus wanneer jouw voeding al jarenlang te weinig vocht levert, wanneer jouw voeding al jarenlang te weinig essentiële vitamines levert, wanneer jouw voeding al jarenlang te weinig essentiële mineralen levert, wanneer jouw voeding al jarenlang te weinig essentiële spoorelementen levert, wanneer jouw voeding al jarenlang te weinig essentiële aminozuren levert en wanneer jouw voeding al jarenlang te weinig essentiële vetzuren levert, in al die gevallen bezitten de kliercellen in de wand van jouw spijsverteringskanaal en de kliercellen in jouw alvleesklier al jarenlang te weinig bouwstoffen die die cellen nodig hebben om de spijsverteringsenzymen en de spijsverteringssappen met zouten en slijmstoffen te kunnen vormen en afgeven in jouw spijsverteringskanaal die de vertering van jouw voeding, van de verteerbare voedingsstoffen in jouw voeding mogelijk maken, zullen al jarenlang de enzymen en de sappen die de zuurtegraad in jouw spijsverteringskanaal optimaal helpen houden, ontbreken in jouw spijsverteringskanaal die nodig zijn om de vertering van de verteerbare voedingsstoffen in jouw voeding mogelijk te maken. En zullen daardoor al jarenlang voedingsstoffen slecht verteerd in jouw darmen belanden, door de micro-organismen in je darmen afgebroken worden. Die vormen dan stofjes die je darmwand irriteren. Logisch dat je al jarenlang met darmklachten kampt. Dus wil jij een betere vorming van spijsverteringsenzymen door kliercellen en ook een betere vorming van spijsverteringssappen met zouten en slijmstoffen? Dat wat nodig is om de optimale zuurtegraad in je spijsverteringskanaal te kunnen bereiken, die enzymen nodig hebben om goed te kunnen werken. En ook wel een betere afgifte daarvan door die cellen in jouw spijsverteringskanaal, want anders gaan ze daar alsnog niet belanden. Dan moet je ervoor zorgen dat tekorten in vocht, tekorten in essentiële vitamines, tekorten in essentiële mineralen, tekorten in essentiële spoorelementen, tekorten in essentiële aminozuren en tekorten in essentiële vetzuren eerst in jouw voeding en vervolgens in je lijf opgelost worden. Wanneer? Elke dag! En heel de dag door. Dat als antwoord op je vraag.